Vandaag in Wat zegt het volk? Waar moet een goede carnavalshit eigenlijk aan voldoen? Op de keukendeur. Het is niet altijd roze geur. En mijn moeder schreef voor het behang. Lekker duurt maar ene vinger lang. De traditionele carnavalsoptocht. Volgend weekend vindt deze weer plaats in Nijmegen. Maar heeft deze traditie zijn langste tijd niet gehad? Zou jullie dan zeggen van oké, dan doen wij er aan mee om ze op te bouwen? Zodat die optochten blijven bestaan? Nee. Nee? Nee. En jij? Nee. Ik denk het ook niet. Welkom bij aflevering 40 van Wat zegt het volk? Here we go! Straks zie je de uitslag van onze poll op Twitter over de carnavalsoptocht. En ik ga de straat op om te peilen wat jullie favoriete carnavalshit is. En waar moet zo'n hit nou eigenlijk aan voldoen? Maar eerst gaat Peter de straat op om jongeren te vragen naar hun interesse voor het bouwen van praalwagens. Elk jaar in februari is het weer zover. De carnavalsoptocht vindt plaats in vele steden van de zuidelijke helft van ons land. Maandenlang hebben carnavalsliefhebbers tijd of moeite gespaard voor het maken van de mooiste praalwagens. Toch ligt er een probleem op de loer die deze traditie voor de toekomst wel eens onder druk kan gaan zetten, namelijk de vergrijzing. Nou, veel carnavalsverenigingen merken dat er steeds minder jongeren tijd of zin hebben om maanden van tevoren aan zo'n praalwagen te werken. In Limburg wordt er op basisscholen zelfs al carnavalsles gegeven in de hoop de toekomstige generatie warm te laten lopen voor dit deel van het feest. Maar tot nu toe eigenlijk zonder enig resultaat. En vandaag gaan we de straat op om de jongere generatie te vragen wat zij vinden van de vergrijzing in de praalwagenwereld. Wat vindt men überhaupt van de carnavalsoptocht? En zou men ertoe bereid zijn in de toekomst mee te werken aan de wagens als dat helpt om de traditie in stand te houden? Hebben jullie iets met carnaval toevallig? Ja. Je hebt wel zo'n mooie sjaal om. Ik dacht, nou, die is weer van iets van carnaval. Nee, die heb ik ook zomaar om, hoor. Ja, oké. Okay. Hey, volgende week dan is het carnaval. Wisten jullie dat? Ja. Nee. Ja? Jij niet. Jullie wel? Ja. Maar wat gaan jullie met carnaval doen? Ik ben dan weg. Carnavallen? Op vakantie. Ja. En jij? Carnavallen. Ja, waar ga je carnaval? Wat ga je doen? Verkleden. Ja? Als wat? Dat weet ik niet. Dat weet je niet. En jij? Ik ga geen carnaval vieren. Nee, jij vindt het niet leuk? Nee, ja, we doen het niet echt. Waar kom je vandaan uit? Nijmegen gewoon. Allemaal Nijmegen? Nee, Molenhoek. Ja. Maar dan zijn ze gezellig als ze Nijmegen natuurlijk. Ja, klopt, ja. Jij komt Molenhoek. Ja. Ga je optocht kijken dan volgende week? Nee, niet. Want dat vind je saai? Is ook wel saai, toch? Ja. Wat gaan jullie met carnaval doen volgende week? Naar Elst. Ja. En wat ga je daar doen? Weet ik niet, ik kan het niet ruiken. Dus hebben jullie iets met carnaval of niet? Ja, we wonen in Limburg. Maar... Oh, echt waar? Waar woon je in Limburg? Venray. Oké, en vandaag ben je lekker aan het winkelen? Ja. Wat vind je zo mooi aan carnaval? Kun je dat aan de mensen hier in Nijmegen uitleggen waarom carnaval zo mooi is? Nou, je bent met iedereen van het dorp sowieso, dus je ziet al je vrienden weer. Dat is heel leuk en het is altijd gezellig. En is er bij jullie ook optocht altijd te vinden of niet? Ja. Ja? Ja. Ga je daar naar kijken? Nou, ja, die in Venray wel misschien. Oké. Okay. Kleiner dorpen niet, nee. Maar heb je iets met carnavalsoptochten bekijken, die wagens, zeg maar? Nee, verder niks. Gewoon alleen feest en avond. In Groesbeek vieren wij carnaval met een grote groep. Maar in Groesbeek heb je ook heel veel, hele grote optochten altijd, toch? Ja, klopt, ja. Vind je dat leuk? Ja, zelf gaan wij persoonlijk niet naar de optocht kijken, maar het idee daarvan vind ik wel leuk. Stel dat die in de toekomst die wagens zullen gaan verdwijnen, zou jullie dan zeggen van oké, dan doen wij er aan mee om ze op te bouwen? Zal die optochten blijven bestaan? Nee. Nee? Nee. En jij? Nee. Ik denk het ook niet. En waarom niet dan? Nou, ja, een beetje veel werken. Veel werken, veel tijd vooral, hè? En heel veel geld misschien wel? Ja. Ja, ik zou het wel leuk vinden. Ja? Ja. Dus je gaat geen carnaval vieren, maar je zou dat wel weer leuk vinden om te doen? Ja, dat zou ik wel leuk vinden. Bezig zijn, knutselen en dat soort dingen misschien? Ja. Of met een hele groep vrienden bezig te zijn? Ja, lijkt me wel gezellig. Ja, ik ben daar nu niet echt mee bezig, maar een keertje is wel leuk, denk ik. Jullie zijn jong. Zouden jullie juist die carnavalsoptocht in ere willen houden om er zelf aan mee te doen? Om die wagens te gaan bouwen met een heel groepje mensen? Ja, nou, ik denk dat ik zelf niet echt kan bouwen, dus. Ah, je kunt wel helpen met kleine dingetjes misschien? Kan, ja. Jij, zou je dat leuk vinden om te doen? Of zeg je van het kost misschien te veel tijd of te veel geld? Of... Ja. Ja, als ik er meer tijd heb. Ja, ook,
ik weet ook bijvoorbeeld niet hoe duur zoiets überhaupt zou zijn. Je kunt misschien net zo duur maken als dat je wilt, toch? Dit is hoe groot de wagen is. Ja. Zou jij bereid zijn, omdat jij nog jong bent, om juist dan dat in ere te houden en die traditie. Ja, en toch nog mee te gaan opbouwen met die wagens? Nou, als we echt met een hele grote groep zouden zijn, dan zou ik het wel leuk vinden. Maar daar zit natuurlijk ook wel veel werk en geld in. En heel veel vrije tijd, hè? Ja, en ik denk dat veel jongere mensen die kunnen dat misschien ook wel niet betalen. En die tijd, dat gaat wel echt veel tijd in zitten. Want ik ken wel groepen die dat wel doen en die gaan elke avond moeten gaan bouwen, zeg maar. Alle hobby's aan de kant. Ja. Wat doe je met carnaval? Ik werk op de Grote Markt. Oh, dus dan wordt het lekker druk volgend weekend, toch? Als het goed is wel, ja. En heeft u iets met carnaval? Ja. Ja? Ja. Ook feestje bouwen? Ja, alle dagen. Alle dagen? Ja. Echt waar? Ja, mijn man is president van de carnavalsvereniging. Oh, kijk, dus jullie zitten het in het bloed eigenlijk, hè? Ja, weet je wel. Ja. Zou jij dat om in ere te willen houden, juist mee willen helpen om die wagens te bouwen? Nee. Zou je ook niet willen? Nee, heb ik niet zo zin in. Nee? Nee. Kost te veel tijd. Ja, precies. Nou, ik weet, bij mij in het dorp waar ik vandaan kom, zijn er wel steeds meer jongere groepen, echt groepen van 40 man of zo, die dan nog wagens bouwen. Maar het is inderdaad meestal wel wat oudere mensen inderdaad. Dus als de optocht over 10 jaar zeg maar verleden tijd zijn, vind je het ook prima? Ja. Ik weet wel dat mensen het heel leuk vinden. Je hebt natuurlijk wel van die groepen die het allemaal leuk vinden om elkaar te bouwen en die al super lang bezig zijn. Maar of ik het zelf zou doen, dat weet ik niet. Nee. Heb je iets met carnaval? Nee, niet. Nee. Jij? Nee, jij? Ik zelf een beetje. Ja? Ja, ik vind het een goede vraag, een beetje. Nee. Ik denk wel dat het er wel blijft, wel, maar misschien wel minder inderdaad. Ja, precies. Maar jij zou niet bereid zijn om dat uiteindelijk toch als het nodig is om dat te gaan doen? Nee, denk ik niet. Nee. Jij ook niet? Nee hoor. Dan maar stoppen, dan maar geen optochten meer. Ja, dat vind ik wel. Ja. Wat is er zo gezellig aan carnaval? Zuipen. Ja, dat dacht ik al. Ja. Heb je ook iets met de optocht te kijken, of niet? Ja, ook. Die komt straks naar huis. Oh, oké. Van Nijmegen ook hier? Nee, niet van Nijmegen. Gent. Gent, oké. Okay. Ja. En wat vind je zo mooi in de optocht? Is gewoon prachtig. Ja? Gewoon, je zit daar op die stoel en dan kijk je, doe je er biertje bij. En dan wordt het vanzelf steeds mooier, zeg maar. Of niet? Ja. Oh, ja. Zouden jullie bereid zijn om die optocht in ere te houden en toch mee te gaan bouwen aan die wagens dan, als het nodig zou moeten zijn? Nou ja, weet je, dat is een goede vraag. Maar wij hebben, wat ik zei, wij hebben helemaal geen carnaval in onze stad. Waar wij nu wonen, doen ze wel aan praalwagens. Maar dat heeft een hele andere context. Dat is meer de zomerfeesten en dat soort dingen. Zou jou bereid zijn om die optochtwagens mee te helpen opbouwen? Zo'n praalwagen? Daar heb ik geen tijd voor. Nee, okay. En als het nou, omdat steeds meer jongeren dat niet doen en dan komen steeds minder wagens, zou je dan bereid zijn om het toch te doen? Als ik geld heb, ja. Maar geld heb je? Geen geld? Nee, ik heb geen geld. Dus dan maar geen optocht meer? Nee, dan geen optocht. Nou, duidelijk. Veel plezier volgende week. Ja, dank. En niet te veel drinken. Ja, dat komt sowieso niet goed. Oké. Okay. Doei. Deel je mening over het nieuws ook op Facebook via facebook.com/altijdn1 en op Twitter via @altijdn1. Zometeen gaan we op jacht naar ideeën voor een echte Nijmeegse carnavalshit. Maar eerst kijken we even naar onze poll. Op Twitter vroegen we jullie deze week of je ook aanwezig bent bij de carnavalsoptocht in Nijmegen van volgend weekend. Sta je langs de route? Kijk je het live via N1? Of wil je er echt niet gezien worden? De uitslag is vrij duidelijk. Altijd op de hoogte van de leukste activiteiten in Nijmegen? Like ons op Facebook via facebook.com/bezoeknijmegen. Hallo, het is carnaval. Met losse drank en veel verlangen. Wie carnaval zegt praalwagens, feesten en natuurlijk carnavalskruikers. Of je nu een gouden keeltje hebt of nog nooit een noot hebt gezongen, iedereen lijkt rond februari ineens een carnavalshit te kunnen maken. Daarom gaan wij dit ook doen. Een echte Nijmeegse carnavalshit op de melodie van een bestaand nummer. Maar we blijven natuurlijk wat zegt het volk, dus jullie mogen met ideeën komen. Hou jij een beetje van carnaval? Nee. Nee? Nee. Maar ken je wel carnavalsmuziek? Een paard in de gang. Er staat een paard in de gang. Ja, ja, een paard in de gang. Zing eens. Nee. Weet je niet hoe die gaat? Er staat een paard in de gang. Alleen dat? Ja, alleen dat ken wat ik. Wat komt daarna?
Weet ik niet. Nee. Ik sla de helft over, want het meeste slaat op drank en bier en nog meer clichés. En daar ben ik niet zo van. Herkent u wel carnavalsnummers, muziek? Ja, misschien van jaren geleden. Ja, zoals? Er staat een paard in de stal aan... In de gang. Oh ja. Jij kent het wel, je kunt het beter doen. Kunt u daar een stukje van zingen? Ja, niet. Wil jij het publiek? Oh. Nee, dank. Houdt u een beetje van carnaval? Helemaal niet, want dan ben ik weg. Oh, kent u wel carnavalsmuziek? Ja, Duitse. Heeft u daar een voorbeeld van? Nou, nee, op het moment niet. Kan ik niet zo snel zeggen. Kom ik nog op televisie? Ja, u hoeft het niet te zingen, zeg het. Snowbolleke. Snowbolleke. Welke? Snowbolleke. Snollebollekes. Ja, Snollebol. Springen on the jump. Je weet verder ook niet, alleen dat. Ja, en een kaboutertje op die berg. Oh, hoe gaat die? Ja, ik kan niet zingen, joh. Dat is ook wel een nieuwe. Ligt jij er al af? Ken je die? Wat betekent dat? Of jij er al af ligt? Al af. Ja, precies, ja. Kunt u een paar titels noemen? Nou, dat is van heel lang geleden. Zeg uit de maar. Tijd van bij ons staat op de keukendeur en zo. Hoe gaat dat dan? Die ken ik niet. Oh, ik ga het niet zeggen. U kunt het ook zeggen. Bij ons staat op de keukendeur. Wat was het ook alweer? Op de keukendeur. Het is niet altijd roze geur. En mijn moeder schreef op het behang. Lekker duurt maar ene vinger lang. Zo, dat was mooi. Ja, van vroeger, ja. Paard in de gang en al die gekke dingen. Hoe gaat dat? Ja, niet gek. Ik zing mee. Ja. Ik zing mee. Nee, dan vraag je me wat. Nee, nee. Ook niet van er staat een paard in de gang. Oh, ja, nou ja, nou zeg hoe jij gaat het. Verder? Een paard in de gang, ja. Ik zat er, ja. En die is, daar is ook een cover van gemaakt, ken je die? Er wordt gepaard in de gang. Nee, die ken ik niet. Er wordt gepaard in de gang. Ja, ja, gepaard in de gang. Oh, oh, gepaard in de gang. Met wie? Met buurvrouw Jansen. Poeh, ja, er zijn er vele. En nou die handjes de lucht in en... Oh, je wil dat ik het hier ga zingen? Ja, dan doen we het. Nee, dat doen we niet. Nee, dat doen we niet. Oh, ik hoor allemaal nummers. Ja, Snollebolleke. Van die Patricia Paai gebeuren. Ja, oh, nee. Daar gaan ze vast iets op maken. Ja, maar daar hebben ze het toch al? Hebben ze het al? Nee, jongens, ik zeg jullie. En ik zeg het eerlijk waar. Die dame op leeftijd. Het was net een urinoir. En als je het nou nog niet gelooft. Ik heb het lekker opgenomen. Hey Jack. Hey Jack. Hey Jack. Vind jij eens lekker in mijn bek? Hallo. Houden jullie een beetje van carnaval? Ja. Oh. Ja. Dan hebben we de goede. Dan heb je hier eentje bij uitstek, werkelijk waar. Ja. Ja. Ook van de muziek. Ja, en ik vind ook dat we in Nijmegen tegenwoordig zoveel carnavalsliedjes hebben... dat we eigenlijk een hele avond kunnen vullen met alle carnavalsmuziek. Heb je daar een voorbeeld van? Nou, bijvoorbeeld Theo Berendsen. En nummers van de Doemawatjes. Paard in de gang, weet je. Hoe gaat die? Vroeger, ja, ga ik niet zingen. Dag. Doe maar watjes is een clubje wat vanuit de carnavalswereld voortkomt, maar die ook wel carnavalsachtige liedjes zingen. Jij bent mijn stad, want jij hebt kloten, bijvoorbeeld, om er één te noemen. En, gaat die verder? Ga ik nou niet zingen, want ik kan niet goed zingen. Maar en Theo Berendsen van... Pak mijn hand eens vast. Ja. Dan zul je wat beleven. En, echt niet mix, en daarna? en Nijmegen aan de Alperrand. Dat is ook een lied van Theo Berendsen. Maar eigenlijk heel veel mensen die hebben gewoon gratis van Nimwegen. Allemaal te kruipen op blote voeten gaan en zo. Dus gewoon erg leuk. Al moet ik kruipen op blote voeten gaan. Ik wil nog een keer die zijn steven heuren slaan. Als ze een carnavalslied over Nijmegen zouden moeten maken, hè, wat zou er dan in moeten komen? Een carnavalslied over Nijmegen? Ja. Help? De Waalbrug, ja, vind ik wel. Ja. Ja. En wat rijmt er dan op Waalbrug? Wat moet er dan in het volgende zinnetje komen? Als je naar Nijmegen komt, ga je altijd terug. Waalbrug.
Maar waar vind jij dat een carnavalshit aan moet voldoen? Goeie, niet zo'n cliché. Ja, maar wat is een goede carnavalshit? Want ik vind het allemaal niks. Wat zou er dan in moeten? Nijmegen is oké. Alleen dat. Olé, olé, olé. Om op kruipen naar Sint-Peters of dingen van... Waar is het weer eens? Naar de kerk? Ik weet het niet. Ik ben er al zo lang weg. Oh. Maar de heimwee blijft. Ik moet altijd terug naar Nijmegen. Dat is ook een mooie zin. Ja, nou. Voor mensen die weg zijn. Ja. Ja, sowieso iets met de zomer van de zomerfeesten. Vierdaagse. Ja. De Waalbrug misschien. Wat rijmt er op Waalbrug? Op de Waalbrug, daar kom je elke keer weer terug. Over de oversteek? Ja, de oversteek. En misschien een stukje Patricia Pai. En, ja, zie je maar. Wat rijmt er op oversteek? Oversteek. Ja, daar moet ik heel hard over denken. Ja, ik denk mee. Oversteek, Beek, Van Beek. Ik zou het niet weten. Ja, ik kom hier wel van school, dus misschien de universiteit of zo. Sowieso is carnaval in Nijmegen niet echt natuurlijk. Hè? Wel, we hebben ook de optocht. Als, ja, maar als je in carnavalskleren door de stad loopt, dan val je op. In plaats van... Als dat je... het normaal is. Ja. Heb je problemen dan? Moet je de rapport nemen. En wat betekent dat? Ja, dan moet je er een paar drinken. Oh, een paar nemen. Ik ben de burgemeester. Ja. Ja, wat ruimt er op burgemeester? Wat ruimt er op burgemeester? Ja. Oké. Okay. Weet jij het? Is het jouw idee? Bruls heet hij, hè? Ja. Wat ruimt er? Ja, ik zou niet weten, de gauwigheid. Ik weet niet, de brug, skyline, iets daarover. Het moet wel met de stad te maken hebben. Misschien iets over de oudste stad. Ja, en wat ruimt er op de oudste stad? Ja, dat laat ik aan jullie over. Hè. Jullie willen een liedje maken. Ik zing wel mee. Jullie mogen helpen. Ik zing wel mee als het liedje er is. Dat kan ook, hè? Genoeg ideeën wat mij betreft. Aankomende week gaan we hiermee flink aan de slag en duik ik de studio in om er een echte carnavalshit van te maken. Volgende week zie je het resultaat terug in onze uitzending. Wordt vervolgd. Here we go! Het laatste nieuws uit de regio, maar ook live naar N1 kijken en luisteren. Je ziet het op n1.nl. Tot zover deze aflevering van Wat zegt het volk? Blijf ook aankomende week weer dagelijks op de hoogte van het nieuws uit de regio. En natuurlijk van al het carnavalsnieuws via onze Facebookpagina's Altijd aan 1 en Bezoek Nijmegen. Aankomende zondagmiddag vindt in Nijmegen de carnavalsoptocht plaats. En deze is live te volgen op N1. Daarna kun je je tv gewoon op N1 laten staan, want vanaf 7 uur 's avonds zijn wij er natuurlijk weer. Graag tot dan! Get it, get it, get it.